Ik heb een speech geschreven over inboegering. Ik heb dat vorig jaar gedaan en ik heb daar een speech meegeschreven. En hoe lang zit je in België? Ik ben al 1 jaar en 5 maanden hier. Ja, dat lijkt me nuttig. Het lijkt me nuttig dat de nieuwe Antwerpenaar ook eens in zijn stadhuis geweest is. En ik denk dat het ook heel nuttig is dat wij als stadsbestuur laten zien dat we die inspanning om Nederlands leren om zich in te burgeren. Nederlands, ik heb het juist gezegd, sommige mensen vinden dat soms een moeilijke taal, andere mensen vinden dat vaker een moeilijke taal. Maar dat mensen toch de inspanning leveren om die taal te leren. Want Nederlands is niet alleen de taal, Nederlands is ook de manier waarop mensen nadien kunnen communiceren met hun buren, waarmee mensen nadien hun kinderen kunnen helpen met huiswerk, waarmee ze gemakkelijker aan werk kunnen raken. Daarom is Nederland zo belangrijk en daarom willen wij ook de mensen die dat traject hebben afgelegd heel graag op stadhuis ontvangen en samen met de burgemeester eigenlijk een dikke proficiat wensen. Inboegering voor jongeren. Belinda, dat ben ik. Een meisje dat al 1 jaar en 5 maanden in België woont. Ik kom uit Ghana. Mijn eerste jaar heb ik ook aan gedaan in Marco Polo. Nu zie ik in het tweede middelbaar moderne wetenschappen. Ik wil later een sociaal assistent worden. Ik wil graag mensen helpen. Want als je niet in België bent, is het moeilijk. In de zomer volg ik inboegering voor jongeren. Dit is een inboegeringcursus voor 17 en 18-jarigen. We leren wat de regels van België zijn. Over het schoolsysteem en over leven in België. Aan de start van de cursus was ik verdrietig. Maar na de eerste week hoopte ik dat de cursus nooit zou eindigen. De eerste week was geweldig. We maakten kennis met de andere leerlingen en begeleiders. We speelden een fantastisch spel in het Rivierenhof. De volgende dagen hadden we een les over werken in België. We kregen een adresboek met interessante organisaties. Voor als we op zoek zijn naar informatie over school, werk, gezondheidszorg en zo verder. We hebben ook gesproken over wat we later willen worden. Aan de kant van de tijd les hebben we nagedacht over waar we nu staan en waar we later naartoe willen gaan. In de tweede week gingen we naar het beroepenhuis in Gent. We kregen informatie over de sociale sector, de technische sector en meer. In de namiddag hadden we ons begeleiders een super geweldig verrassing voor ons, een boetakje in Gent. We hebben veel geleerd over de geschiedenis van Gent. De derde week bezochten wij een aantal bedrijven, zoals de KBC, de Coca-Cola, Van Hall en de Stavenberg Ziekenhuis. We maakten kennis met de Jeugd Rood Kruis in Boeghout, Let's Go Even en de mensen van de VDAB. We leerden ook over hoe we rabbiwares kunnen behalen, de Belgische nationaliteit, woning en zo verder. Om te eindigen zijn we op 2 dagen geweest naar het rentehuis. Het was heel mooi. Maar we zijn met tranen van vreugde geëindigd, want het was de laatste dag. Ik kon de laatste dag niet blijven, want ik moest werken. In augustus heb ik als jobstudent gewerkt bij de stad Antwerpen, bij de Groendis. Dit is heel goed gegaan. Ik heb met behulp van mijn assistent, mijn inboegering, mijn cv gemaakt. Soms ben ik ongerukt en verdrietig. Ik weet niet wat te doen met school, maar deze mensen zijn er voor mij. Ze geven me hoop en kracht. Volgend jaar ga ik naar CVO om mijn diploma secundair onderwijs te behalen. Zonder dit diploma kan ik verder. Ik zou graag verder studeren en een bachelor sociaal werk te behalen. Ik ben heel blij dat ik de inboegeringcursus heb gedaan. Nu weet ik meer over het onderwijssysteem, woning en werken in België. Antwerpen is nu een stad waar ik me thuis voel. Een mooie stad. Voor kansen, opportuniteiten en fijne mensen. Ik hoop dat inboegering voor jongeren blijft bestaan, want het helpt jongeren om te weten wat je volgende stap is, wat ze mogen doen en niet mogen doen. Het helpt ons echt vooruit. Ik wens iedereen dezelfde ervaring toe en hoop dat alle jongeren de kans krijgen om hun dromen te vervullen. Dank u wel. Dankjewel Belinda, we zijn blij dat inburgering heeft u kunnen helpen en we wensen u veel succes voor de toekomst.
Dit was natuurlijk een boutade. In Antwerpen beslissen we heel veel, maar niet alles. Inburgeringsbeleid is een van de zaken die we samen met Vlaanderen doen. Maar wat wij hier beslissen is dat we maximaal inzetten, heel veel middelen, heel veel mensen ter beschikking stellen, om mensen eigenlijk op een goede manier, een vlotte manier, Nederlands te kunnen laten leren. En zoals Belinda hier, een heel vlot en heel perfect inburgeringsparcours te laten afleggen. We leven op dit moment samen in deze stad met 174 nationaliteiten. Dat is meer dan New York. Eigenlijk is dat iets wat je niet zou verwachten. Wij zijn een van de meest diverse steden van de wereld. En dat betekent dus dat we rijk zijn, maar dat is ook wel uitdagend. Laat ons ook niet flauw doen. Al die mensen verschillen nogal van elkaar en dat botst nogal eens redelijk stevig. We leven ook niet echt in vrolijke tijden, dames en heren. Wat dat betreft, het begrip tussen de grote culturen in de wereld gaat niet vooruit. Het lijkt eerder achteruit te gaan als u uw televisie opzet. Het is veel kommer en kwel dat ons bereikt. Dus het is ook een uitdaging om elke dag te gaan zoeken. Wat brengt ons hier nu samen? Wat verdeelt er ons niet? Wat verbindt er ons? Daar kun je veel over discussiëren. Het is alleszins onze ambitie, mijn ambitie als burgemeester, ook in heel het stadsbestuur, om er toch elke dag naar te zoeken, om van iedereen die hier dan woont, toch één club te maken, één stadsgemeenschap van mensen die elkaar kunnen herkennen en erkennen als spelers van dezelfde club. Dus dames en heren, nieuwe Antwerpenaren, ik feliciteer u voor de inspanning die u hebt geleverd om bij die club te willen horen. Samen zijn wij Antwerpen, een atypische stad. Het is onze thuis, we zijn er fier op. Ik hoop dat u er ook fier op bent. We moeten er samen zorg voor dragen. Ik reken daarvoor op u allemaal en ik wens vooral dat u hier gelukkig zal zijn. Dat u hier gelukkig zal kunnen leven. Dank u wel. En wat zijn de voordelen van Nederlands te leren? De voordelen van Nederlands zijn dat mensen veel gemakkelijker kunnen communiceren met hun buren. Dat ze ook alle brieven die ze krijgen van de overheid en zo goed begrijpen. Dat ze makkelijker werk vinden. Dat ze hun kinderen kunnen helpen met Nederlands en dergelijke meer. Dat zijn eigenlijk de grote voordelen van Nederlands leren. Dan zijn ze Antwerpenaar onder de Antwerpenaars. Mensen, als stad is het onze plicht om mensen die zich inzetten om Nederlands te spreken, om die mensen ook tegemoet te komen en heel vaak, heel dikwijls, klare taal te spreken. Welkom dan ook hier in het mooie stadhuis van Antwerpen. Je voelt de geschiedenis in dit huis. Al 450 jaar is dit een plaats waar Antwerpen samenkomt. Hier worden beslissingen genomen voor de toekomst van onze stad. Nu zit ik in de tweede middelbaar ASO. Ik word later een sociaal assistent, dus ik ga volgend jaar naar de CVO. Eerste jaar jeugd en handicap, persoonszorg om mensen te helpen en de volgende jaar ga ik AVV doen. En wat vond je van Antwerpen? Ah, heel goed, fijne mensen, vol kansen. Ja, goed. Wees welkom.